Hallo Suriname, we zijn er weer met een nieuwe aflevering van het weekoverzicht van het kabinet van de vicepresident. In deze uitzending, zware Noorse handelsmissie bezoekt Suriname. IDB wil onmiddellijk helpen in binnenland. Meisjes in ICT laten het niet over aan de mannen alleen. En Yannick Pomba verbetert Surinaams marathonrecord. Ondernemers uit Noorwegen zullen zwaar investeren in de olie- en gasindustrie van Suriname. Op 25 en 26 april vertoeft in Suriname een handels... Vertoefde. Op 25 en 26 april vertoefde in Suriname een handelsdelegatie uit Noorwegen. Norweb is een organisatie gevestigd in Noorwegen waar meer dan 500 bedrijven bij zijn aangesloten. Met ongeveer 30 bedrijven hebben ze een bezoek gebracht aan Suriname, waarna ze doorreizen naar Guyana. De delegatie heeft op maandag 25 april een kennismakingsbezoek gebracht aan vicepresident Ronnie Brunswijk op zijn kabinet. De VP werd bijgestaan door minister David Abiamofo van Natuurlijke Hulpbronnen. De delegatie is in Suriname op initiatief en onder leiding van Meniram Parshad, Guyana Energy Chamber en een ex-minister in Guyana. Samen met Jan Rama, Suriname Oil & Gas, en Ignaz Ahmad Ali, Virali Design Engineering Consultancy. Er zijn presentaties gegeven en gesprekken gevoerd met meerdere ministers, staatsbedrijven, het lokaal bedrijfsleven en multinationals. De oriëntatie is zeer positief bevonden. Na hun interne evaluatie komen er concrete projectvoorstellen. VP Brunswijk zei te hopen op een daadwerkelijke samenwerking die erin moet resulteren dat de economie van Suriname weer sterk wordt verbeterd. Het volk van Suriname moet genieten van de natuurlijke hulpbronnen die God haar heeft gegeven. De Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank IDB wil de noodhulp aan de door watersnood getroffen gebieden in het binnenland helpen financieren. Na een verzoek van de Surinaamse regering kunnen zowel geld als materiaal, toiletten, bewoonbare voorgefabriceerde containers en voedingsartikelen worden vrijgemaakt. Dit is op maandag 25 april 2022 naar voren gekomen tijdens een werkbezoek van de nationale directeur van de IDB, Antonio Gonsalves, en de Area Chief of Operations van de IDB in Suriname, Stephen Collins, aan vicepresident Ronnie Brunswijk. VP Brunswijk onderkent dat het heel wat voeten in de aarde zal hebben om dorpsbewoners te overtuigen hun oude, vertrouwde woonplek langs de rivier te verlaten. Hij hoopt door middel van tactvolle aanpak en de nodige kroetoes met de bewoners te beleggen om het belang van verhuizing te bespreken. De VP zegt erg dankbaar te zijn voor de handreiking van de IDB om het achterland van Suriname te halen uit de huidige crisis. De follow-up zal geschieden via de respectieve ministeries. Dertig meisjes op het voorbereidend onderwijs juniorenniveau zijn in Mungo bewuster gemaakt dat de internationale communicatie technologie sector ICT ook voor vrouwen is weggelegd. De bewustwordingsactiviteit die op donderdag 28 april 2022 plaatsvond bij de Hubert Waldeck School 2 stond in het kader van de internationale Girls in ICT Day met als thema Access and Safety. Toegang en veiligheid. Zo moeten alle obstakels voor vrouwen tussen de 12 en 24 jaar om voor ICT te kiezen worden verminderd. Lucretia Pinas, onderdirecteur communicatie van het ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme, heeft de meisjes opgeroepen de beschikbare informatie te gebruiken om ook te studeren. We hopen als organisatie en lid van de IDU dat in ieder geval vandaag duidelijker wordt voor jullie jonge dames dat STEM en ICT niet alleen voor mannen bestemd is. En dat jullie na vandaag bewust gaan kiezen op alle mogelijke gebieden in jullie leven voor dingen die hieraan gekoppeld zijn. Before I've been the communicatie met al, man no.
burgermoeder van Marrewijne Zuidwest, Olivia Domini, prees de ontwikkelingskans die door deze dag dichter bij de districtsmeisjes is gekomen. Dit zie ik echt wel als een belangrijke ontwikkeling waarbij onze jeugdige meisjes zich kunnen ontwikkelen, uitdragen en presenteren. De meisjes leren hierbij dan ook heel wat vaardigheden bij, vooral in het ICT gebeuren. Zo, zo, Gantanië. Zo, zo, Gantanië. We hebben Fugio Gaduba. Vice-president Ronnie Brunswijk heeft de scholieren opgeroepen om zich te bewijzen door deze kans aan te grijpen en zich te ontwikkelen in ICT. Het is een bijzondere dag voor het district Marrewijne, omdat dit jaar bij de viering van Girls in ICT Day de eer te beurt valt aan de meisjes en jongensdames van Marrewijne. Jullie mogen dubbel zo trots zijn op jezelf. Ja, ook Jozef, een applaus nog. Dames en heren, meisjes en jonge dames van Marrewijne, grijp deze kans om je te ontwikkelen in ICT. Suriname heeft de bijdrage van elk van jullie nodig voor de duurzame ontwikkeling op het gebied van ICT. Jullie inbreng zal zeker bijdragen aan verbetering van de communicatie in elk deel van dit land. Uit onderzoek is gebleken dat er nog bitter weinig meisjes en dames zijn die kiezen voor deze branche. De VP benadrukte dat hoe meer spreiding wij hebben van de ICT-ontwikkeling binnen onze samenleving, hoe meer wij in staat zullen zijn om op adequate manier verbetering te brengen op het gebied van met name armoedebestrijding, het onderwijs en de volksgezondheid. TCT heeft bewust deze activiteit helpen organiseren, aangezien er zekere bloei is in deze sector. Nogmaals, ik ben trots op jullie, Marrewijne is trots op jullie. En hier Suriname wil graag dat er nog meer meisjes en jonge dames kiezen voor informatie- en communicatietechnologie. Ga voor ICT. We moeten met vereende krachten werken naar een hoger niveau van ICT in Suriname. Yannick Pamba is erin geslaagd het Surinaams marathonrecord te verbeteren tijdens de NN Marathon Rotterdam. Het marathonrecord van 2 uur 39 minuten en 11 seconden heeft hij verbeterd naar 2 uur 31 minuten en 44 seconden. Pamba is trots op zijn indrukwekkende prestatie. Hij stelde het Surinaams record bij met iets meer dan 7 minuten. De atleet gaf aan zich nu te zullen focussen op zijn training met als einddoel meedoen aan de Olympische Spelen 2024. Op woensdag 27 april 2022 bracht deze atleet uit Brokopondo een bezoek aan vice-president Ronnie Brunswijk om zijn vreugde over zijn bijzondere sportprestatie met de VP te delen. Hij vertelde over zijn grote wens, deelnemen aan de Olympische Spelen 2024 en de training ernaartoe. Dankzij een inzamelingsactie kon hij meedoen met de Rotterdam Marathon.
De VP als grote sportfanaat beloofde de sporter te zullen bijstaan. De atleet toonde zich zeer verheugd met deze belofte van de VP. We hebben het weer gehad voor deze aflevering van het weekoverzicht van het kabinet van de vicepresident. We zijn er volgende week weer met een nieuwe aflevering. Een hele fijne werkweek toegewenst.